Wat is uw verwachting ten aanzien van de toekomst van het betalingsverkeer? Ja, dat is een interessante vraag. Wat is nou echt de toekomst van het betalingsverkeer? Ik zie dat de toekomst is dat we heel veel leuke dingen gaan toevoegen aan het niet leuke van betalen, namelijk betalen zelf. En zijn dat dan specifieke innovaties? Nou, de vraag is, wat zijn innovaties? Het zijn zeker vernieuwingen. Je kan denken aan het bonnetje, het kassabonnetje wat je nu krijgt, dat je dat digitaal op je telefoon krijgt. Of het feit dat jouw klantenpas ook toegevoegd wordt in je wallet of je portemonnee, of hoe je het ook wil noemen, de applicatie van de bank. En dat is wat ik verwacht. Ja. Zie je daardoor ook nieuwe spelers op de markt komen? Zeker, want je ziet dat er nu allerlei partijen komen die geïntegreerde folders maken, die de klantkaart aanbieden. En ik weet ook niet hoe dat er in de toekomst uitziet en hoe in de toekomst kortingsbonden eruit gaan zien of klantenkaarten. Zeker. Wat betekent dat voor de rol van de banken? Nou, ik denk dat de banken serieus moeten nadenken welke rol ze willen spelen. Ze kunnen ervoor kiezen om echt, wat ik dan wel eens noem, de money pipe te worden van de financiële transacties. Dus gewoon het verzorgen van de transacties. Ik denk dat de banken met de vertrouwensrelatie die er toch is met de klant een grotere rol kunnen spelen. En dus een deel van deze innovaties kunnen absorberen. En het zullen voor een deel ontwikkeld worden buiten de bank, maar absorbeer ze dan. En ga er iets moois mee doen. Rabobank is een heel mooi voorbeeld hoe ze dat doen met MyOrder. En hoe zien jullie je eigen rol daarin? Wij helpen graag alle partijen in deze markt om te bedenken, hoe kan je dit ontwikkelen? Hoe doe je dat op een veilige manier? We zijn niet voor niks UL Transaction Security. Wij denken dat de veiligheid van dit soort transacties, of nou om betalen gaat of jouw klantgegevens, cruciaal is. En wij helpen graag om dat op een veilige manier te implementeren. Wat denkt u dat uniek is aan het congres Toekomst van Betalingsverkeer? Het is uniek in mijn ogen omdat het echt een dag is waarop de belangrijke spelers in Nederland op dit gebied bij elkaar komen. En dus we zitten met elkaar, we hebben veel gesprekken met elkaar, we hebben goede discussies met elkaar. En wat ik erg mooi vond tot nu toe is te merken dat we allemaal zeggen, het is niet meer over de toekomst, maar het is over het heden. En ik denk dat daar ook onze uitdaging is, we gaan het nu doen. En misschien moeten we dan ook wel zorgen dat we de innovators nog meer bij betrekken.